Goedemorgen volgers en kijkers van mijn kanaal. We zijn vandaag in Nieuwe Tongen. We gaan zo naar iemand toe met een hele leuke hobby. Die heeft iets verzameld en die gaat dat in onze vlog vertellen. Maar we zijn nog een beetje te vroeg, dus we gaan even een rondje door het dorp maken om het dorp te laten zien. Dit is, hier staan we bij de kerk, de grote kerk. Lopen we even die kant op. Ik zeg als een rondje op de kerk maken, nou, dat kan hiervan. Een weegschaal. Ja. Nou, daar staat er nog een. Dat ja. Nou, we zijn hier in... Hoe heet u erin? Nieuwe Tongen. Ja, de bedrijf. Met de V. Zou straks de buitenkant wel even filmen. We zijn nog te vroeg voor Piet, dus we dachten van lopen we even een rondje door het dorp. Nou, even een leuk praatje gemaakt. Poppenhuizen, hengelspotzaak. En nu gaan we onderweg naar Piet toe. Beste volgers, we zijn vandaag in Nieuwe Tongen. We zijn bij iemand thuis en die heeft een verzameling landbouwvoertuigen, miniatuur. Tractortjes, landbouw en tractortjes, allerlei soorten tractoren. Dan gaan we even kijken, want we hebben een heel bijzonder model. Piet? Hier wel van hem. Oké. En beste Piet, wat voor exemplaar heb jij hier in je handen? Dit is een Massifera 35 X van Remstad, met een Remstadploeg. Dat is van het vlakke is en ons al drie. Oké. En die is al heel oud, denk ik. Ja, dat zal wat van. Mooi hoor. Even dichterbij. Ik wil graag naar beneden toe. Heb je ook John Deere's of is het al een bepaald merk wat je hebt? Nee, van de Rappel. Die heb ik ook nog wel, maar daar staat nog een klusje. Van alles wat. Mooi hoor. En ga je dan beurs af? Weet je dat allemaal... Ik hoop wel eind deze maand naar Zwolle te gaan, naar de miniatuurbeurs. Oké, en daar kun je dat ook allemaal kopen, zeg maar? Ja, dat kan ik kopen. En zijn er nog, zeg maar, een bepaald merk, zeg maar, wat heel erg gewild is? Nou, ik ben meer een... Leuk hoor. Ja, en je spaart autootjes en jij spaart tractoren. Oh. Ja, daarom iedereen wat. Ja. Je moet altijd heel zachtjes doen, hè, want ja. Anders zeggen ze van, je gaat snel. Ik ben pas geleden, ik weet niet waar het was, hier in Flakke, daar kon je, was allemaal oude tractoren, daar ben ik wezen kijken. Op Goederen? Ja, was, ik weet niet meer, met die... Goederen, ja, aan de Noordzeek. Ieder jaar was er best hard om niks van van buiten. Ja, ik ben daar geweest en een heel mooi filmpje gemaakt ook. Oké. Nou zie ik mezelf. Nou, die kennen die mensen wel, dus... Hoe ben jij met deze hobby begonnen? Omdat je zelf tractor rijdt? Nee, ja, ik had er nog heel vroeger, toen kreeg ik er nog, toen ik klein was. En toen heb ik een heel kort helemaal niet gedaan. En toen ben ik op een gegeven moment met iemand mee geweest. Ja, toen was het verkocht. Ja. Ja, het is heel leuk. Ja.
Je moet wel een goede achterslotte rijden. Is dit een ploeg of zo? Of, Nou, dat plant een achterrijder. Oké. Okay. Ik heb volgens tot in Vietnam toe, dus dan weet je het wel, hè? Huh? Ik heb volgens tot Brazilië toe. Oh, dat is dat mooi. Ja, dan blijf ik even niet meer kaats. Allemaal. Ja, hoop ik dat het allemaal met je blijft, hè, dit. In het echt. Ja. Dat is zo. Want dat is een dure hobby, hoor. Ja, dat zal wel, ja. Ja. Ik weet niet wat zo'n exploitatie kost. Als die, zeg maar... Het komt door de spiegel, hè, de achterkant. Ja, maar wat mooi, joh. Ja, netjes, hoor. Ja. En dit is vent, hè? Ja, dat was vent, ja. Raafmachines, van alles. Van alles wat. Prachtig. En hoeveel jaar hobby is dit? Goh. Ik denk van wel alle 30 jaar. Zo, dan heb je daar al verzameld al. Ja, maar goed. Heb je nou ook nog een landbouwmuseum ofzo, waar je dit allemaal kan zien? In Nederland? Dat zijn er wel volgens mij, hoor. Maar waar dat er precies zit, dat weet ik niet. Daar ben ik nog nooit geweest. Ja, 10 gemeenten heb je een landbouwmuseum, maar ja, dat is niet echt dit natuurlijk. Dat is ook echt. Ja. Nou, dan zien we elkaar eens een keer in het echt, Piet. Hier staan ook vrachtwagentjes tussen. Ja, een paar toch maar. Dan is de bovenste bord een beetje 1,50. Oké, ik zal hem even zo doen, anders weer kaats hij met die ruit. Een Amerikaanse. Ik volg nou via YouTube iemand uit Canada. Oké. Okay. Die is boer geworden. En die is nog steeds boer, maar die is naar Canada gegaan. Die heeft altijd in Nederland gezeten, maar daar is hij weg. Ja, hier mag niks meer. Dus. Dan kom op YouTube, Piet. Dat is wel lekker. Maar hoor. Nee, maar goed, kijk, hartstikke leuk. Ik ben er blij mee. Prachtig, Piet. Wat is dit voor voertuig? Ja, misschien. Oké. Het is allemaal, dat is natuurlijk op dit moment waar ze allemaal mee bezig zijn, zeg maar. Ja, op dit moment voor het voorjaar. Oké. Mooi hoor. Een keertje naar beneden toe zo. En je hebt er genoeg. Hebben ze wel eens geteld hoeveel je er hebt? Ja, rond de 300. Zo. Zo, we waren net bij Piet. We hebben allemaal leuke tractortjes in miniatuur. Hartstikke leuk. Bedankt Piet dat je mee hebt willen werken. En nou ja, vind je mijn filmpjes leuk? Abonneer op mijn kanaal. Wil je er meer zien? Even een belletje natuurlijk. En abonneren, dat is altijd gratis. Hartstikke leuk. Als je lekker meekijkt bij mij. En nou ja, we zien hier nog een echte. Want we hebben bij Piet allemaal miniatuur hebben gezien. Is hier een echte net. Nou, ze halen met de hand halen ze eruit. Dan stoppen ze in een gat en dan de loof moet daar scheiden. En zo gaat dat. Dan ruikt het hier ook zijn en dan gaat hij zo.